opgeleverd hebben, vertellen nu waar de liedjes over gaan. Ik was een schipperskind en leefde op de lek. Mijn broertje was een landkind, wat iets anders is dan gek. De krantenbezorger zwemziek riep, ruim je kamer op. Je vier ouders komen van de kermis en dan krijg je op je kop. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Laat mij Zwarte Piet maar zijn. Spinnen kruipen uit mijn make-up. Mijn oude kamer was te klein. Dat staat op deze Kinderen voor Kinderen. Alweer nummer 7. Terwijl iedereen moet minderen, valt hier steeds meer te beleven. Daar zijn we dan weer met Kinderen voor Kinderen nummer 7. Ja, en volgens het oude recept, ideeën aangeleverd door de kinderen uit het land en de liedjes gezongen door de kinderen van ons koor. Hé, wat krijgen we nou? Staan Aatje en ik wat uit te leggen? En zitten jullie daar ongegeneerd te snoepen? Dat zal toch wat? Hou toch op, joh. Hartstikke slecht voor je tanden. Ja, maar het is wel lekker. Ja. Nou, dan maar ik er extra naar de tandarts hoor. Eigen schuld, hè? Jullie raden het al. Het eerste liedje gaat over een snoepen. Snoepen, zegt mijn moeder, zal je daar maar niet mee stoppen. Snoepen, zegt mijn vader, help je dan wel naar de knoppen. Snoepen, zeg ik zelf. Is een heerlijk tijdverdrijf. Ook al is het dan de pest voor mijn tanden en mijn lijf. Het zijn altijd grote mensen met een grote mensenmond die het hardste staan te roepen. Snoepen is zo ongezond. Maar het zijn de grote mensen in de sterhoek 1 en 2 die reclame staan te maken. Snoepverslaving is de schot van de tv. En ze zuchten allebei, hé, bederf nou niet de pret. En als ik een keertje trek heb in een groot stuk chocola, staan ze allebei te wijzen naar de borsteling tandpasta. Maar het zijn de grote mensen in de sterhoek 1 en 2 die me lekker staan te maken. Snoepverslaving is de schuld van de tv. Hey. Nederland 2! Hey, heb jij zin in een knee?
weer met dat afstapje, hè? Nou, het toch niet weer uit je handen rollen, net als gisteren. Heren, ik heb geen zin in grappen. Huis van op zijn plaats, hoor. Ja hoor, ja hoor. Echt, maar kijk maar. Ja, heren, koffie. Ja, komen eraan. Eerst die televisie met me. Oké. Voorzichtig met de drempel. Hoi, limonade. Komen jullie? Ah, lekker. Ik zit hier in mijn lege kamer van ons splinternieuwe huis. Het is een mooie ruime kamer, maar ik voel me er niet thuis. Ik heb zelf mogen kiezen welke kleuren, welk behang. Maar ik zit maar wat te kniezen en ik ben een beetje bang. Misschien vind je mij een zeurpiet, zeg je. Die is niet goed snik, maar ik denk mijn oude kamer vindt het net zo erg als ik. Zal het huis wel kunnen wennen aan de familie die het kocht? En wie slaapt er op de kamer waar ik het meest aan was verknocht? Ik vind het zielig voor ons huis, als je begrijpt wat ik bedoel. Want al zijn ze dan van steen, huizen hebben ook gevoel. Ik sta hier voor de nieuwe voordeur van ons mooie oude huis. Maar ik voel me weer verdrietig, want ook hier ben ik niet thuis. Kijk, daarboven was mijn kamer, maar die breken ze nou door. Langzaamaan wordt me wel duidelijk dat ik hier dus niet meer hoor. Misschien vind je mij een zeurpiet, zeg je, die is niet goed snik. Maar ik denk mijn oude kamer vindt het net zo erg als ik. Al dat breken en verbouwen, nieuwe ramen, nieuwe deur. En de hele boel geschilderd in zo'n achterlijke kleur. Ik vind het zielig voor het huis als je begrijpt wat ik bedoel. Want al zijn ze dan van steen, huizen hebben ook gevoel. Ik ben weer op mijn eigen kamer van ons splinternieuwe huis. En begin al wat te wennen, voel me al een beetje thuis. Alles heeft zijn eigen plekje, al mijn posters aan de wand. Al mijn poppen op het bed en in de hoek de gatenplant. Misschien vind je mij een zeurpiet, zeg je, die is niet goed sniek. Maar ik denk mijn nieuwe kamer voelt zich net zo rot als ik. Daarom word ik goeie maatjes met de kamer om me heen. Hebben we een beetje aanspraak, zijn we geen van twee alleen. Ik kleed me uit, ga naar mijn bed, leg mijn kleren op de stoel. Kus mijn kamer goeie nacht, huizen hebben ook gevoel. Dat is de lieverd. Slaap lekker, hè? Ja, dat gaat lekker, knul. Ik zal het even een beetje pappen en nat houden. En ga jij weer even insmeren, hè? Oké. Zeg, krijg je hier nou eigenlijk nog wat voor? Waarvoor? Ja, voor het behangen. Ja, behangen? Tuurlijk niet. Helemaal. Nou, we sparen anders wel scheppen geld. Ja, dat is waar, maar niet om aan jou uit te betalen, hè? Daarbij heb je zakgeld. Ja, weet je wat het allemaal kost? Ik heb elke week computerclub. Ik wil ook wel eens naar de film. En ik heb wel eens feestjes. Noem maar op, noem maar op. Weet je wat, jij wil gewoon veel te veel. Moet je gewoon zorgen dat je wat meer geld verdient. Ja, nou, waar denk je dat ik mee bezig ben nu dan? Ja, mijn geld af te troggelen. Ja. Maar van je moeder en mij krijg je helemaal niks. Wat denk je wat die verhuizing kost? Oh, nee. Ja, dat weet ik niet.
en zouden we zo'n krantenwijk moeten nemen. Ja, ik ben gek. Zie je mij daar 's morgens vroeg met zo'n krantentas langs de straat te leuren? Ik ben gek. Nee, dat zie ik inderdaad niet gebeuren, maar het zou eigenlijk wel bijzonder handig zijn. Ja, precies. Ja. Zo, nou, plakken, Hendrik. Ja, ga jij nou maar... Vijf uur. Radio Nieuwsdienst verzorgt door de ANP. De EG-ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Oostenburg. Wie staat er op voor dag en dauw in ieder jaar getijden? Wie neemt de moeite trouwens altijd langs uw huis te rijden? Wie fietst per dag een marathon, bestrijkt het hele land? Zwemles door.
Jasper op me thuis. Maar mijn moeder was zo lief en bracht hem na. En ik voelde me zo zwemziek, kreeg een boterham door mijn keel. Dacht, hoe kom ik deze dag door? Maar ja, ik moet er doorheen, het naaste uurtje. Ja, wel het zwaarste uurtje van de week. Ik verzamel al mijn moed voor die haak tegen mijn vel. Wou dat niemand naar me keek. Ach, ik heb niks tegen zwemmen. Als ik mijn diploma haal, zal het heus wel beter gaan. Ik zet maar door. Maar als ik geen bodem voel, lijkt het net of ik verzuip. En ik hoor dit bakje vergalmen in mijn oor. Kom op, zet door! Voor, zuip, anders sluit. Hoe kom ik er onderuit? Achter en voor. Hoe kom ik de zwemles door? Maak lang en lang. Hoe kom ik er onderuit? En lang en lang. Ga door. Hoe kom ik de zwemles door? Ik moet er doorheen, het bankste uurtje. Ja, wel het langste uurtje van de week. Mijn kleren aan. Je moet er doorheen, het kleinste uurtje. Ja, wel het kleinste uurtje van de week. Blijf daar nou niet zo staan. Ja, het is goed hoor. Volgende week een A, B, C en D. Hey Mark, ben je klaar? Daar ben ik gelukkig weer voor een week vanaf. Je hebt er echt de pest aan, hè? Ik kan het gewoon niet. Het interesseert me geen bal. Ja, dat is te merken ook. Hoor hem, de zwemkampioen. Zal ik jou eens wat zeggen? Ik wed dat ik jou in een sprintje uitloop. Jij mij hier uitlopen? Dat moet ik zien. Oké, we joggen straks naar huis en ik wed dat jij me niet bij kunt houden. Kijk eens, precies genoeg voor ons tweetjes. Voor een sprintje gaan we eerst even langs de kermis. Waarom? We pikken alvast een rondje achtbaan. Als je tenminste durft. Hoor hem. Ik ben ook ergens goed in. Hoe laat kan we je halen? We? Ja, mijn eigen ook mee. Als die het woord kermis alleen hoort, is het niet meer te houden. Even wat eten. Over een half uurtje? Oké, tot zo. Hi mam. Hallo. Staat wat lekkers voor je. Kan ik me zeggen of we volgende week of iets krijgen? Voor over 2 weken, hè, zul je wel bedoelen. Waar heb je het voor nodig trouwens? Nou, we gaan terug naar de kermis. Naar de kermis? Kijk eens aan, meneer heeft zakgeld nodig voor de kermis. Nou, niks zakgeld voor de kermis, hoor jongen. Ga jij eerst maar eens eventjes naar je kamer kijken. Hoezo? Hoezo? Wij wonen hier dus nog maar net in dit huis en jij weet al zo'n rotzooi te maken dat ik daarboven de deur niet eens meer open krijg. En hier is dus bijvoorbeeld niks van jou bij. En er wordt dus ook geen stap in de richting van die kermis gezet voordat jouw kamer is opgeruimd. En ook helemaal alleen door jou. Eens in de zoveel tijd voel ik al nattigheid. Dan komt mijn moeder naar boven. En altijd zegt ze dan, joh, wat is weinig, want het is gewoon niet te geloven. Het kan zo niet langer, dat is geen gezicht. Straks gooit je kamer. Te vinden en
Dus toen hebben ze hem toch maar
ziekenhuis gebracht. En daar bleek het stukken erger dan ik dacht. Eerst heeft hij nog op een zaaltje met drie anderen gelegen. Maar al gauw heeft hij een kamer voor zichzelf alleen gekregen. En die ziekte kreeg hem steeds meer in zijn macht. Net zo lang totdat hij doodging op een nacht. Bijna elke dag nog moet ik aan mijn vader denken. En dan tel ik gauw tot 10. Doe mijn best me in te houden en mijn tranen weg te douwen. Want ik vind het kinderachtig als ze me verdrietig zien. Maar vaak merk ik al bij 7 dat ik ging. En mijn moeder, die dan ziet hoe ik mijn neus weer zit te sluiten, zegt: probeer het nou eens, jongen. Ga wat leuks doen, ga naar buiten. Op de fiets een keertje naar de Lek misschien. Maar die wil ik van mijn leven niet meer zien. Ja, dat heb je met vaders. Ja, vrouw, met mij. Wil je een appel? Geef mij maar een broodje. Alsjeblieft. Dank je. Lijkt me nou heerlijk, hè? Zo'n schip. Elke dag een andere haven, steeds andere mensen. Volgens mij lijkt het leuker dan het is. Ja. En als een vreselijk internaat. Daar moet ik je nou heel veel heen. Je doet net alsof dat het ergste van de wereld is. Ja. Lijkt mij in ieder geval afschuwelijk. Dat lijkt me juist heel leuk. Schipperskind, schipperskind. Moeder zet het koffiehand, het was in de wind. Vader stuurt het schip, zet het nooit op een klip. En ik ging lekker spelen op het achterschip. Toen was ik opeens 6 jaar. Dus moest het maar. Ook al was het zwaar. Vader heeft de auto op straat. En ik moest naar de enge. Zo geweldig vindt. In Duisburg of Antwerpen ligt het schip. Maar ze stappen in de auto en ze maken een trip. En daar staan ze in de gang. Hoi man, en ik dacht, hè? Ik heb het gekomen zijn. Paard leek te lang. Het weekend ben ik bij hen aan boord. En zondags
present zijn. Oh, 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 ouwe trouwe internaat. Waar de leiders van de groep zo jovel en bekend zijn. En je voelt je thuis in de zaal en in het klaslokaal. En je vrienden zijn er altijd allemaal. Ben geboren als een schipperskind. Lieve allemaal, bedankt voor jullie brief. Ik was er heel blij mee. Ik kan helaas niet met jullie op vakantie, want ik had al met mijn ouders afgesproken op het schip mee te gaan. Misschien kan ik een ander keertje met jullie mee. In ieder geval, bedankt voor de uitnodiging, liefs Ingrid. Wat jammer. Ik kan me best voorstellen. Ze is al zo weinig thuis. Dat lijkt mij juist gunstig. Nou, dan zou Arjan op de grote vaart moeten. Dan zou hij tenminste weken van huis kunnen zijn, hè? Ja, dan zou ik jullie gezeik tenminste niet aan hem voeren. Zeg, kan het misschien iets minder, hè? Zeg, als we nou toch eens die bungalow in België deden. Daar ben ik voor. Hier, tennisbanen, sauna, restaurant, bowling, tropisch zwembad, snackbar. Precies. En voor jullie... En knuffelmuur. Klinkt niet slecht. Bungalow, knuffelmuur. Ben je mal? Maar gewoon gezellig met elkaar met de tent. Oh nee, toch? Niet weer, hè? Wij gaan ieder jaar weer naar een camping toe. Bij ons thuis gaat niks boven kamperen. Maar zo'n tent opzetten, dat is een heel gedoe. Er is geen cursus waar je dat kunt leren. Maar hij maakt de grootste brokken. Na een uur staat er geen stokkie in het model. En hij noemt ons de zondebokken, want we staan hem op te fokken. Want we zeggen heel gemeen, wat ben je snel? Dan roept hij: ben toch niet beschokken, pak die troep maar in de nokken. En we gaan die eerste nacht in een hotel. Hij begint de dag daarop met frisse moed. Zootje weer bezweken. Dus we eten maar weer broodjes in de buitenlucht. En daarna gaat hij weer verder met zijn klucht. Gaat weer aan het knokken met zijn stokken en schiet weer dezelfde brokken. Zijn vakantie is een kommer en een kwel. Want ook al werd hij onverschrokken, het blijft toch een zaak van gokken. Van proberen was het niet of was het wel. Pas als hij wit is weggetrokken, zegt hij: pak maar in de nokken. En we slapen weer. Vandaag krijg ik mijn zin. Ik weet het nu heel zeker. Het gaat kloppen. Maar ik heb intussen mooi de kleren in. Want er zijn 3 dagen naar de knoppen. En als ik dan met mijn koffer op de camping kom, hoef ik maar iets verkeerd te doen, dan barst de bom. Hij is weer aan het knokken met zijn stokken. Wij zijn onderhand besjokken. Maar wie één woord durft te zeggen, krijgt een lel. En heeft hij net iets opgetrokken, loopt een hond het van de sokken. En dan weten we, dan springt hij uit zijn vel. En heeft ook dier op zich vertrokken, roept hij: inpakken en nokken. En we zitten heel de maand in een hotel. Hey. Ja, laat nou zien. Daar ben je toch heel bang voor? Niet waar. Het is heel gevaarlijk. Je stommerd. Laat nou zien. Oké. Ik ben meteen aan. Zwarte spinnen in het land onder mijn bed. Ze zijn groter dan ik zelf en ze zijn harig tot en met. Ze komen s'nachts tevoorschijn, zulke reuzen en reuzinnen.
gillen urenlang, dan kruip ik achter het behang, want ik ben zo ontzettend bang voor spinnen. Oh jee, jee, spinnen. Ze is zo bang voor spinnen, voor die vieze, enge, dikke, grote kop en die enorme bos. Stop, ik weet niet wat ik moet beginnen. Ze is zo bang voor spinnen. Als papa me naar bed brengt, zegt hij, doe toch niet zo dom. Die gevaartjes uit jouw dromen, die bestaan niet, meisje, kom. Hij zegt, je moet die angsten maar eens zien te overwinnen. Hij zegt, niet gaan huilen, geen gezicht, ga slapen. Doe je ogen dicht, net als een kleine kat die ligt te spinnen. Oh jee, jee, spinnen. Ze is zo bang voor spinnen, voor die vieze, enge, dikke, grote kop en die enorme kop. Stop, ik weet niet wat ik moet beginnen. Zegt ze, kind, niks aan de hand. Ik heb gisteren nog gestopzuigd in dat akelige land. Ze zegt om het te sussen, wil ik een verhaal verzinnen? Ze zegt, er was eens lang geleden een hoge toren bij de zee. En daarin zat een blonde vee te spinnen. Oh, nee, nee, spinnen. Ze is wel bang voor spinnen. Voor die vieze, enge, dikke, grote kop en die enorme mond. Stop, ik weet niet wat ik moet beginnen. Ik ben zo bang voor spinnen, ik ben zo bang voor spinnen. Ik ben zo bang voor spinnen. Wat moet ik toch beginnen? Dus alle insecten die in die webben komen, kunnen ons niet meer lastigvallen. Weer een nuttige kant van spinnen. Genoeg voor vandaag. Je hebt nog een paar minuten. Je kunt nu alvast beginnen met je huiswerk van morgen. Nou, ze kunnen best wel nuttig zijn, maar blijven enge beesten, hoor. Gadver, die valt hier. Oh, wel nee. Moet je nou kijken. Zulke beestjes en ze zijn misschien zelf wel 88 keer zo bang voor jou als jij voor hun. Had ik dat nu maar zeker wist. Zo ja. Wat ga je vanmiddag doen? Ik wou nog even naar het dorp, weet je wel, naar die ogenschaduw kijken. Ja, ik zou natuurlijk wel mee willen, maar ik kan niet. Ik moet vanmiddag naar mijn vader en Nel. Heet ze Nel? Nee, ze spelen nu samen. Maar ik moet opschieten. Doei! Ja, die make-up doen we morgen wel. Het lijkt of ik vier ouders heb, dat klinkt wel gek. Als ik met papa verzet naar vrijdag, dan kan ik even met Christa naar die make-up kijken. Ik er treurig van.
maar soms heel stiekem denk ik toch dat ik er maar gewoon weer twee. Maar soms heel stiekem denk ik toch dat ik er maar gewoon weer twee. Hey Lau, waar zit je? Hier al. Hoi. Dan moet je kijken, die oogschaduw daar. Nee. Vind je het een mooie kleur, die blauwe? Mm-hmm. Past goed bij mijn ogen, hè? Vind je? Moet ik even kijken. Ja, ik weet het niet. Maar waarom proberen we het niet even? Nee, ik kan het toch niet kopen. Moet je ze thuis over make-up horen. Kijken kost toch niks? Nou. Kom maar. Deze is uit de etalage. Nee, man. Gaaf, man. Zo'n mooie spullen allemaal. Ja, moet je deze is ook mooi. Gaaf. Moet je kijken. Man, het lijkt net kleur. Bruin. Het is rood. Koffer. Oh. Ik vind het niet mooi. Moet je komen kijken. Hier, vind je deze mooi? Allemaal. Ja, lekker past. Ik moet mee, man. Zal ik ook wat bruin, moet je kijken. Ja, precies. Dat dacht ik ook. Deze. Zeg, wat doe jij eigenlijk? Hadden wij daar geen afspraken over gemaakt? Veegt er heus al weer af, hoor. Dat lijkt me heel verstandig, want je weet hoe je vader daarover denkt. Hè? Zei je toch. Ja. Kan ik nou nooit eens een keertje even lekker rust? Meiden, wat zien jullie eruit? Enig, wat heb je allemaal gedaan?
Wat een leuke jurk. Laat eens even kijken. Och, en die ogenschaduwen, die make-up. Mag ik je voorstellen aan een Miss Holland? Zeg maar twee missen. En dan hebben we hier Miss World. Wat vind jij ervan, Chris? Ik vind dat ze er belachelijk uitzien. Jullie zijn altijd te lachen om die klodders make-up, terwijl ik nog niet ogenschaduw mag gebruiken. Nou, Chris, je moet wel in de gaten houden dat ze een stuk kleiner zijn dan jij. Maar zelfs geen lippenstift. Terwijl, moet je hun zien, man. Liever. Groter worden is een straf, hè? En dat doet ze tot tijd. Dan weet ik zeker dat ze mij heel stiekemtjes benijdt. Als mijn vader thuis komt, nou dan is hij steeds big af. Groter worden is een zware straf. Dan bijt hij op zijn nagels en dan moet ik voor hem duimen. Als mijn grote zus verliefd is, jankt ze heel wat af. Groter worden is een zware straf. Bang. Dan zie ik enge beesten lopen over het behang. En ik denk aan als ik groot ben en soms aan als ik dood ben. Maar gelukkig ben ik klein en dat duurt hopelijk nog lang. Klein is fijn, ik wil niet ouder worden. Bruikgewand bij elkaar opgeteld. Nou, in. Stommerd. Je moet ze eerst gelijknamig maken. Ja. Doe een wapper. Hoe dan? Ja, ik weet het niet meer hoor. Moet ik daarvoor de hele middag zitten werken? Nou, kijk zo. We moeten eerst met 7 vermenigvuldigen. Nou, en dan zijn ze. Dan zijn ze gelijknamig. Dat is simpel. Hey, daar ben je, Maaike. Op weg naar de lampschool. Vol met allemaal lomprikken. Lijpe driehoek. Achterlijke idioot. Bijgoochem. Maar Kees, toch goed. De eerste klas van school was geen succes. Met sommen had ik moeite en met lezen en ik deed. Als iedereen een 10 had, haalde ik een 6. En hoe ik ook mijn best deed, ik kwam gewoon niet mee. Ik werd dan ook verschrikkelijk gepakt. Behoorlijk mee. Ik lees al net zo goed als alle kinderen van 11.
schelden. Nou, nou roep ik meestal zelf. Ik weet het allemaal. Ik ben een lonkind, lonkind. En wie de beste wil is zelf een stom kind. Ik wil niet spelen met zo'n oliedom kind. Dat om een ander land. Ik draai de zaken voortaan om, vriend. Hoe meer het geld, hoe meer ik jou dus stom vind. Je kunt wat leren van een lonkind, lonkind. Wie had dat ooit gedacht? Wie me pesten wil is zelf een stom kind. Ik wil niet spelen met zo'n oliedom kind dat om een ander lacht. Ik draai de zaken voortaan om, vriend. Hoe meer geld, hoe meer ik jou dus stom vind. Je kunt wat leren van een lom kind, lom kind. Wie had dat ooit gedacht? Wie had dat ooit gedacht? Ze doet precies hetzelfde als jij op school. Alleen de klassen zijn kleiner. En ik vind het dus heel erg flauw. Ik begrijp niet dat je dat hebt kunnen doen. Maar ik zeg toch dat ik niet echt heb meegedaan? Ja, maar je bent er ook niet tegen ingegaan. Dat is wat anders. Ga nou maar aan je huiswerk. Ik kom je zo dadelijk over horen. Oh? En de wasverzachter? Niet nodig. Hoezo niet nodig? Zit er al in. Met ingebouwde wasverzachter. Nou, is die zeker een stuk duurder, hè? Goedkoper, zul je bedoelen? Oh, nou, in dat geval heb je zeker wel geld over. Zeker weten. Attentie opname. Sterspotwas, take 3. Zeg, schat, wat voelt die handdoek lekker soepel? Vertel eens, wat heb je ermee gedaan? Dat komt door dat vernieuwde nieuwe middel. Zelfs de kokos maakt goed overheerlijk aan. Dat is het, hallo, schat, wat ruik je haar opeens opwindend? Ja, hier, want aan deze kant zit niks. Dat komt half door dat vernieuwde nieuwe middel. En half door dat verrotte middel X. Dat is de kledderie-dledderie frisheid in de kledderie-dledderie doos. Van de kledderie-dledderie shampoo tegen kledderie-dledderie. Zeg, schat, wat ligt de baby lief te kraaien? Wat trappelt hij zijn beentjes bleek omhoog? Moet je voor de aardigheid eens horen wat ze allemaal aan Sinterklaas vragen. Hier. Cassette recorders. Computerspelletjes. Een huiswerkautomaat. Ha, 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 ha. Een tennisracket. Kunnen ze niet gewoon een paar leuke, kleine, aardige dingetjes bedenken? Nou, hier staat bijvoorbeeld een cassettebandje van Madonna op. Dat valt nog wel mee, vind ik. Ja, dat noem jij maar, valt wel mee. In ieder geval minstens nog 25 piek. Hier. Sascha, niets onder de 20 gulden. Lieve schat, dat kan die goedheiligman nooit betalen. Dan heb jij mijn lijstje nog niet gezien, schat. Dan heb je mijn lijstje nog niet gezien. Ga je ook al beginnen? Maak je nou niet zo druk. Ik praat morgen wel even met ze. Dat zou ik zeker doen. Geef mij die twee lijstjes maar even hier. Het zijn belachelijke Sinterklaaslijstjes. Boos. En hij wordt rood, en hij wordt mooier, hij
Er staat geen geldboom in mijn tuin, bij Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas niet. Sinterklaas! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas! Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Ik ben een Walkman. En een dagboek met een slot. En een turbo compact Discord waar mijn meestal vang ik bot. Ik wil een computer en een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine wensen heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt groot. En hij wordt mooier. Hij valt bijna uit elkaar. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tuin. Ik ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin. Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug bij Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug. Mijn vader is geen miljonair. Nee, zelfs geen directeur. Hij is niet eens bekend bij de belasting. Terug met Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Sinterklaas. Als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas niet. Sinterklaas. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet. Wat is dit hier allemaal? Ho, 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 ho. Ook allemaal weer van die grote cadeaus. Het kan niet op. Daar kan die goedheiligman toch niet aan beginnen. Maar waar die wel aan kan beginnen is op jullie verlanglijstje. De nieuwe Kinderen voor Kinderen nummer 7. Precies, want daar steun je ook nog eens de VARA speelgoedactie mee. Kinderen in tehuis in Nederland, maar ook een project op de Kaapverdische eilanden. Dus geniet er maar weer van 16 nieuwe liedjes bij Kinderen voor Kinderen nummer 7. Maar ik zou zeggen, tot ziens. Ga mee, Hati. Zo kwetsbaar en zo klein te zijn.